Johan van de Keuken is eigenlijk een van de allerbelangrijkste naoorlogse filmmakers. Althans, hij staat voornamelijk als filmmaker bekend bij het grote publiek. Maar hij is natuurlijk ook een van de belangrijkste Nederlandse fotografen geweest. Nou ja, de serie die we hier zien is eigenlijk heel erg bijzonder. Want nog nooit gezien door het grote publiek. Het is gebaseerd op een foto die Van de Keuken maakte in 1958 in Parijs, toen hij daar studeerde. En hij stond toen op het Île Saint-Louis, een van de eilandjes in de Seine. En hij was daar getuige van de feesten op 14 juillet, de nationale feestdag in Frankrijk. En heel bekend is één foto die hij toen maakte van een danspaartje, man en vrouw, middelbare leeftijd, die aan het dansen zijn. Op de achtergrond een steiger, houten steiger, en er staan nog een aantal mensen te praten. En onderzoek in de archieven van Van de Keuken in zijn nalatenschap leerde dat er nog 33 andere opnames waren op diezelfde dag, op diezelfde locatie. En dan zie je hoe hij dus keek en hoe hij zijn onderwerp zocht en zijn kader bepaalde en afdrukte. En hier zien we achter ons die hele reeks foto's. En dat is echt een filmpje. Je ziet mensen kijken naar dansende mensen. Je ziet op een gegeven moment mensen die eerst in het publiek staan langzaam schuchter ook gaan dansen. Dan gaan vrouwen met elkaar dansen en die mannen staan nog toe te kijken. In de volgende foto zie je een van die mannen die het aandurft om ook te gaan dansen. Anderen lopen weer weg. Er komt er in één keer een man met een ladder die dwars door het beeld loopt. Dan gaat het dansen weer verder. Heel filmisch, heel verhalend. Hij is gefascineerd door de interactie tussen die mensen. Het zijn ook tussen mannen en vrouwen. Het gaat ook om loven en prijzen en verleiden. En het is heel mooi wat er allemaal gebeurt. En ja, dat laat veel meer zien van de essentie van de keuken en de manier waarop hij keek dan die ene foto.